Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Stevens Podiumgasten. We gaan meteen beginnen. Hier is voor u Mike D'Ancona. Goedenavond, Mike. Goedenavond. Welkom. Ja. Je hebt een mega lange rit achter de rug. Ja, best wel hè. 2,5 uur. Ruim, ja. Ja, ruim, echt uit Den Bosch zeg je. Zet ik een bos. Zet ook woorden. Ja, Den Bosch. Ja, dat is waar je het in de volksmond zegt. Inderdaad, ja. Lekker kort ja. Houden dan. Maar stel je eens voor... Waar en hoe is het begonnen? We willen echt alles van je weten hoor. Alles? Alles. Behalve de pincode toch? Nou, dat mag je dan geheim houden. Hoi, nou ja, ik ben Mike D'Ancona. Ik kom uit 's-Hertogenbosch. Daar ben ik ook geboren. Een echte Bossenaar, zoals wij het noemen. Getrouwd, 3 kinderen. Muzikant vanaf mijn 2e levensjaar. En ja, zo is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen. En ik mag er nu 51 aantikken, dus dan... Ja. Kan je nagaan hoe lang ik er wel bezig zijn. Ja. Maar je bent niet als Mike geboren. Nee. Ik ben als Marcel Ankeneen geboren. Ja. Ja. En Mike D'Ancona is ooit verzonnen door een presentator van de collega's van jullie uit Brabant. Ja. Van Omroep Brabant. En die zei van, hey, jouw naam, Marcel Ankeneen, dat bekt niet helemaal. Ik zeg, waarom niet? Is toch een goede naam? Ja. Ja, maar als artiest moet je toch iets anders doen. Ik zeg, hoezo dan? Mike D'Ancona. Hey, top. Maar krijg je dan niet heel vaak de vraag, ben je dan geen familie van Jacques? Zeker wel. Ja, toch wel? Ja. Overal waar ik kom. Word je dan niet familie van? Moe nee van? Hoor. Nee. Ja, het wordt vaak gevraagd van, ben je familie van? Nee, dat ben ik niet. Nee. En die naamsverandering is dan gekomen nadat je er gestopt was? Ja, klopt. Ja. En waarom dan toch die naamsverandering niet verder als... Nou, omdat ik in 2014 heb ik mijn laatste singles toen uitgebracht. Onder mijn eigen naam. Onder Marcel Ankeneen. In 2014 was ook tevens het laatste jaar dat ik ermee stopte. Dat bepaalde omstandigheden. Ja. Daar ga ik ook niet al te diep op in natuurlijk. Maar nee, ik wil wel zeggen, ik ben ermee gestopt. En ja, eigenlijk toen ik weer ben begonnen, vorig jaar, september, hè, het is 2022. Ja. Dus 8 jaar stilte. Ik denk, ja, als ik dan toch weer opnieuw begin, dan gooi je me meteen een nieuwe artiestennaam erin. Ja. En dan, alsof je nieuw komen wat... bent. Ja, ben ik gewoon weer helemaal nu. Vind je het frisse moeilijker? Moeilijker? Nee, het is wel weer wennen. Ja. Ja, het is natuurlijk zeker weer na een hele tijd rust. Kom je toch weer in aanraking met deze business, zeg maar. Ja. Om het zo maar te noemen. Het is een business. Dat zie je zeker. En dan merk je wel dat het aanbod groter is dan de vraag naar de artiest. Dat merk je gewoon, maar dat is altijd wel een beetje geweest. Maar... Ja, is het moeilijk? Moeilijk? Nee, ik vind het niet moeilijk. Ik vind het nog steeds leuk om te doen. En ik mag hopen dat het de rest van mijn leven zo door blijft gaan. Ja, toch? Maar ja, het is natuurlijk, het wereldje is groot geworden. Ja. Ja, heel groot, hè? Er komen er steeds meer bij. Dus, inderdaad. En dan kunnen ze van allemaal, alleen zelf nog een beetje meer. Tuurlijk. Maar wat er wel een link gelegd dan tussen Marcel en Mike? Nee, er wordt niet echt een link gelegd. Soms vragen ze wel, de mensen die me van toen die tijd nog kennen. Ja. Kennen. Die vragen altijd wel waarom Mike D'Ancona. En dan leg ik het altijd uit dat dat verzonnen is door de presentator van Omroep Brabant. Ja. Dat is ook zo. En, maar verder, ja, qua muziek hè, natuurlijk. Als we terug. Hey, maar ik zie van Mike D'Ancona niet zoveel liedjes voorbij komen. Dan zeg ik altijd wel: hey, kijk eens op Marcel Ankeneen, dan kan je het ook zien. Staat iets dus meer. Vandaar. Ja, inderdaad. Er staat er iets meer op. Ja. Ja. Maar wie is dan jouw voorbeeld? Ik ben begonnen met een liedje van Theo van Kleef. Ken je die? Zeker. Ja. Maar die link leg je niet. Heel, heel veel mensen eigenlijk. Dat denk ik dan nee. Theo van Kleef is een beetje meer de Engelbert Humperdinck sound, zeg maar. En daar ben ik eigenlijk een beetje mee begonnen. Ja, nou, ik vind... Ja, nou goed, in ieder geval... ja, nou, Theo van Kleef is dat dan. Ja. En dat was de Engelstalige kant van waar ik mee begonnen ben. En toen is dat liedje terechtgekomen bij een... via kennissen van mij, bij een radiostation. Uit de regio bij ons, in Den Bosch. En die ging dat draaien. Die zei, dat lijkt Theo van Kleef zelf al. Een kloon van Theo van Kleef. Die stem, schijnbaar had ik ongeveer dezelfde stem als Theo. Dus ik ben Theo toen ook goed gaan blijven volgen. En ik zie hem nog regelmatig ook. Ja. Dus ja, we hebben wel een goede klik wat dat betreft. Alleen het Nederlandstalige, ja, dat hoort er allemaal bij. Dat is hier het ding. Ja. En toen ben ik eigenlijk begonnen met mijn eigen liedjes in Amsterdam. Bij TJ ben ik ooit geweest. Mark LaChapelle schreef toen de Nederlandstalige teksten.
Zo ben ik begonnen in Nederlandse talige business, zeg maar. Het levenslied en die soort dingen. Maar ik ben eigenlijk echt een feestneus. En ik hou van feesten. Oeterdonk is Zetterbos. Ja, dus carnaval, ja, dat hoort er allemaal bij. Dus je groeit daarop. En wie is dan bijvoorbeeld? René Schuurmans. Ja, hele grote. En ja, ik hou ook van die stijl. Ik hou van die muziek. Dat past ook heel erg bij mij. En ik ga ook naar dezelfde producer als René. En ja, daar kan je mee lezen en schrijven. Dus, ja, dat is lekker, hè? Als je ja, dat gaat zo lekker. En ik mag het nu thuis doen, hè, want ik heb thuis mijn studiootje tegenwoordig. En dan maak ik een opzetje en dan ga ik ermee naar Kees. En dan word ik goed in elkaar gezet. En eigenlijk een beetje dezelfde stijl als René Schuurmans. Ja, lekker toch? Dus qua Nederlands René Schuurmans mijn voorbeeld. Maar hoe was de zoektocht naar je eigen stijl dan? Ja, eigenlijk niet moeilijk. Ik heb het altijd al die stijl bij me willen houden. Want zoals ik al zei, Marc Lachapelle, die heeft vroeger Songservice heette dat. Daar ben ik begonnen met mijn Nederlandstalige cd. Of mijn eerste album eigenlijk is daar uitgekomen. En, maar die schrijft echt meer een beetje die Amsterdamse stijl. Ja. Die muziek, ook leuk hoor, maar ja, ik voelde, dit past niet echt bij mij. Ik moet echt op zoek naar anderen. Dus ben ik een beetje gaan schommelen met wat producers. En uiteindelijk ben ik bij Kees Tel terechtgekomen, omdat ik echt meer het feestmuziek in wou. En daar is toen, heb ik zelf mijn allereerste liedje, een schuurmastijltje, zeg maar, zelf geschreven. En dan ben ik met een Kees gegaan. En dat is eigenlijk toen best wel een hit geworden. En is toen via de Nans uitgekomen. Ja. En dat was feest voor jou en mij. Heerlijk. Ja, ja, dat is leuk. Tijd een feestje. Ja, ja. Altijd, hè. Het leven is een feest. Wat doe je dan naast de muziek? Dan ben ik stratenmaker. Oké. Ja. Een heel andere tak van sport. Totaal iets anders. Ja, dan lig ik altijd op mijn knieën. En wel samen met mijn zoons. Hè. Ik werk dan voor mezelf. En mijn zoons werken bij mij. En ja, dat is gewoon leuk. Is gewoon mooi om te doen. Ja. Zou je het kunnen opgeven voor alleen maar de muziek? Ja. Ja. Zonder na te denken, gewoon ja. Ja, ja, ja. Natuurlijk wel. Want je wordt er niet jonger op, zeg ik altijd maar. En je merkt ook wel dat uiteindelijk wel een beetje slijtage in je lichaam komt. Toch wel, hè? Met het werken. Niet dat ik er een hekel aan heb, maar ik vind het nog steeds mooi om te doen. Hè, want je komt overal. Je bent al of bij mensen in de tuin of in de weg zelf. En je bent al buiten, dus dat is wel weer een voordeel. Soms een nadeel als het regent, hè? Maar ja, goed. Ja, dat is de bedoeling is om straks, zeg maar, dat mijn kinderen mooi alles gaan overnemen. Dat die mooi verder kunnen. Juist. En ik probeer, zodra ze de rijbewijs hebben, zeg maar, want dat is nog een dingetje. Ja. Probeer ik dadelijk toch al een paar dagen in de week minder te gaan doen, zodat ik lekker met mijn muziek bezig kan blijven. Juist, ja. Het allerbelangrijkste. En dat doen we nu in het weekend, maar probeer een paar dagen in de week bij te nemen. Ja, want hoe besteed jij je vrije tijd dan? Altijd in de muziek en in mijn gezin natuurlijk ook. Ja. Maar meestal ben ik altijd wel met muziek bezig. Ja, dat is echt heel mijn leven eigenlijk. En dan geef je ook rust, hè? En lekker, hè? Ja, altijd bezig met muziek zijn. Het is gewoon pure ontspanning. Ik ben wel gestopt met de bandjes. Hè, want, dat dan wel weer. Ja, 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 ik kan niet alles bijhouden meer. Nee. Doordat ik weer aan het zingen ben gegaan, hè, je merkt dat je weer wat optredens krijgt. En dat is hartstikke leuk. Maar dan moet je soms gaan combineren. Hè. Dan die optreden en daar ook optreden. Ik kan er geen twee tegelijk. Dus heb ik de bands waar ik in speelde. Als trompetist dan, hè, bij een big band, ben ik mee gestopt. Ja. 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 En tuurlijk, jammer, maar je moet er vooruit denken. Ja, en keuzes maken. Hè? Keuzes maken, ja. Ja, want je moet jezelf niet voorbij lopen natuurlijk. Nee, dat heb ik in het verleden wel dikke zat gedaan. Ja, toch wel? Ja, ja, toen was ik 7 dagen in de week met muziek bezig. En natuurlijk ook 5 dagen werken. Dus overdag werken, s'avonds meteen de hart op. Altijd. En studeren op het conservatorium. En dan lessen volgen overal. Je hebt ook een gezin, hè? Ja, ja, dat was toen die reclame. Wie is toch die vreemde man die vlees komt staan? Dat vooral. Daar voelde ik mezelf al wel ingepast eigenlijk. Ja. Maar vertel, wie is Heidi dan? Heidi? Ja, Heidi kennen we nog allemaal van de jeugdsentiment uit de jaren 80, de tekenfilmserie. Ja, dat is eigenlijk zo begonnen. Heidi, ja, hoe moet ik zeggen, een carnavalsvereniging bij ons uit Den Bosch, die speelde dat liedje altijd. En ik had die deun zo in mijn hoofd zitten, ik denk, daar moet ik iets mee gaan doen. Ja. Tuurlijk. Ja. Dus ik ben thuis achter mijn laptop gaan zitten, mijn muziekprogrammaatje aan en inspelen. En ik zeg tegen mijn vrouw, ik ga een nieuw liedje uitbrengen, ik ga weer beginnen met zingen.
Nee, joh, moet je niet. Jawel. En wat ga je doen dan? Ik zeg, hier. Heidi. Nee, moet je geen Heidi doen. Ja? Ik zeg, well, dat ga ik wel doen. Ja, ja. En uiteindelijk is het een heel leuk liedje geworden. Ja, ja, te gek. Ja, bij Kees Tel mogen doen. En wie is Heidi? Ja. Wij hebben natuurlijk daar een hele mooie, hilarische clip van kunnen maken. Ja. Echt een soort Benny Hill, ken je dat? Jazeker. Ja, daar, ik moet komisch zijn. Ja. En toen kwam mijn clipmaker, hij zegt van, ik ken een meisje, die doet ook acteren en in theaters en die soort dingen. Die zou je wel eens kunnen vragen om de rol van Heidi te kunnen spelen. Ja. Dat heb ik gedaan. Tuurlijk. Ja, ja, zeker. Nou, we hebben blauw gelegen. Echt. Ja, toch? Ja, dat is gewoon heerlijk om te doen. Je hebt de clip meegenomen. Ja. Dus dan gaan we naar kijken. Ja, dat doen top. We gewoon, toch? Ja. Mike D'Ancona, Heidi. Als je terugkijkt naar alles wat je hebt gedaan, zowel als Marcel als nu als Mike, ja. Welk moment zou je willen herbeleven? Zo, dat is een hele moeilijke vraag. Wel een mooie vraag, maar een hele moeilijke. Ja, toch wel? Wat zou ik willen herbeleven? Ik denk deze tijd toch wel. Ja. Toch wel? Ja, ja, het gaat nu leuk en ik heb een leuk team om me heen kunnen bouwen. En ja, de ontvangst van de mensen, zeg maar, van mijn liedjes die ik op het moment mag uitbrengen allemaal, vind ik ook wel leuk dat ze daar goed op meedoen. En ja, ik denk altijd naar de toekomst toe. Ik kijk nooit meer terug. Nee, precies. Ik kijk wel eens terug, maar dat is geweest, dat is verleden. En leuk dat die liedjes nog blijven bestaan, want daar kan je altijd op terugkijken. Maar ik wil verder, ik kijk altijd in de toekomst. Ja. En wat de toekomst brengt, we zullen het meemaken, maar tuurlijk. Ja. Tot op heden toe vind ik het nog leuk. Ja, nu nog steeds leuk om, te mogen doen. En dat is het belangrijkste. Dus, ja, als je dus, lang ja, maar wil je herbeleven? Ja, gewoon op deze pad doorgaan, ja. Denk ik. Wat zou je denk ik anders doen met alles wat je dus nu weet dan doen? Weet ik niet. Ja, misschien sneller nadenken, denk ik. Ja. Ja. Niet meer meteen iemand te snel in vertrouwen nemen. Dat was mijn valkuil. Ja. En
Ja, daar heb ik wel van geleerd, dus dat zal ik nooit meer doen. Dus nee. Ik ga nu wel steeds beter nadenken, voordat ik iets doe. Al zegt mijn vrouw soms wel van, hey, wacht daar even mee. Ja. Oh ja, 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 je hebt gelijk. Dus dan moeten we, ja, het is maar goed dat we die achter ons hebben staan. Ja, nee, inderdaad. Maar soms doe je wel eens dingen zonder na te denken. En dan denk ik, oh ja, had ik beter anders kunnen doen. Dus nee, daar ben ik wel meer op het letten dat we daar over bezig zijn. Ja. 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 En we leven dus, wij werken in principe in een wereld waar best wel ook veel kritiek wordt geleverd natuurlijk. Zo, en zowel op socials als achter je rug om natuurlijk. Tuurlijk. Hoe ga jij om met kritiek dan? Goed, ja. Ik vind opbouwende kritiek vind ik altijd wel goed. Ja. Afkrakende kritiek, daar kan ik niet tegen. Nee hè? Nee. Wat doe jij dan? Ja, ik zeg er niks op terug, maar ik kan wel innerlijk al een potje vloeken, zeg maar. Eigenlijk. Ja, dat ja, snap nou, ik dan wel weer. Nee, maar ja... Echt hatelijke kritiek krijg ik eigenlijk nooit. Tenminste, nog niet echt meegemaakt. Nee. Ja, natuurlijk heb je altijd wel mensen die afgunstig zijn. Tuurlijk. Of jaloers of weet ik veel wat. Of die toch over je praten. Doe lekker je ding. Hè? Ja. Zolang je maar niet bij mij komt eten of bij mij aan tafel zit, vind ik het prima. Zeg ja, ik dan altijd maar toch. Dus ik laat ook altijd wel iedereen in zijn waarde. En ja, krijg je commentaar. Ik probeer er altijd nog wel een geintje mee in te maken. Tuurlijk. Zeg maar op social media. En je vraagt er niet om je leuk te vinden. Nee, niet iedereen kan fan van je zijn, toch? Nee, toch? Dan was het maar zo'n feest. Dan, ja, dan was het makkelijker geweest. Ja, dan had jij nu moeten... Nee, nee. Nou, nee, nee, nee. Nee, maar ik bedoel, ja, goed, de wereld is groot genoeg en er zijn zoveel leuke andere artiesten ook en andere dingen. Ik bouw nu mijn leuk groepje omheen, fans, en die mijn muziek leuk vinden, want daar doe je iets voor. Uiteraard. En je hebt natuurlijk ook mensen die mijn muziek helemaal niks aan vinden. Ja, die heb je er ook bij. Je ja, prima. Even goede vrienden. Misschien bij het volgende liedje wel weer. Wie weet, hè? Wie weet. Ja, we doen ons best. We kunnen niet meer doen als succes proberen te boeken. Toch? Toch? Ja, zeker. Absoluut. Helemaal eens. Je hebt dan al een heel leuk team opgebouwd. Ja. Is er nog iemand met wie je echt zou willen samenwerken? In de business hier op het moment. Nou ja, samenwerken. Volgens mij heb ik het nu al een beetje bij elkaar, wat ik wil. En de rest, ja, een keer een duet opnemen en zo, daar zit wel in mijn hoofd. Ja. Wat we al een tijdje willen. Maar echt, ik denk dat ik wel een leuk team heb nu. En ja. Voor mij genoeg. Ik ben niet zo gauw van veranderen. Nee, ik heb die pas voor mij, daar heb ik een klik bij, dan houden we dat zo. En dan ga ik niet veranderen. Dan nee, is het goed. Goed is goed. Ja. En hoeft niet van het uiterste. Nee, goed is goed. En ja, dat vind ik prima zo. Tuurlijk. Het loopt lekker. Dus met wie zou ik nog willen werken? Nee, misschien wel met heel leuke artiesten op het podium staan. Dat is ook leuk. Ja, moeten we blijven dromen, zeg ik. Ja, toch? Ja, wensen blijven houden. En dromen zijn om na te jagen. Ja. Zo is het maar net. Absoluut. Je hebt ook conservatorium gedaan. Ja. Dan bespeel je ook instrumenten. Ja. Welke bespeel je dan? Welke niet. Welke niet? Je bespeelt alles. Ja, zowat wel. Het enige wat ik niet doe is viool. Want? Dat kan ik niet. Hoezo niet? Maar je speelt dat gitaar. Dat instrument heb ik eigenlijk altijd, zoals ik net over had, van mensen niet allemaal fan kunnen zijn, ben ik geen fan van viool. Nee hè? Nee. Ja, sommigen misschien wel, maar ik niet. Dus daar heb ik me eigenlijk nooit in verdiept, maar alle blaasinstrumenten waar je maar geluid hebt, daar speel ik wel op. Ja. Viool is toch wel het meest dramatische wat je kunt bedenken? Ja, daarom, maar ik ben niet zo dramatisch. Nee, toch niet? Je moet alleen maar feesten. Nee, nee, nee. Nee, viool hoort in mijn ogen meer in de country of in de klassieke wereld terecht. Ja. Ja. En zelf ben ik dan trompetist en drummer. Als drummer ben ik begonnen. Ik was 4 jaar liep ik bij de lokale drummer bij ons met mijn trompetje. Nou, netjes. Ja, dat werd met de paplepel. Met de pampers natuurlijk. Ja, zeker. Maar mijn oom, de jongste broer van mijn moeder, is een drummer. En die zat ook bij de harmonie, hè, zoals we zeggen, bij de drumband. Ja. Maar die was altijd in mijn omgeving. En ik deed alles na wat hij deed. Dus ik viet een paar pollepels en ik sloeg op de pan aan op de deksels. En zo is eigenlijk mijn muziekcarrière begonnen. Ja, heerlijk toch? Ja, als drummer zijn. En ja, uiteindelijk ben ik om 8e jaar, volgens mij, was ik 8, moest nog 8 worden. Was er tegenover buren van ons, Jan, een carnavalsclubje in de huiskamer zitten te repeteren. Dus, en ik liep er altijd zo naar binnen, want die zoon was mijn vriend in die tijd. En ben ik naar binnen gegaan. Ik zeg, nou maar moet ik teruglopen. Mama, er zit een carnavalsclub te spelen. Kom kijken. Ja, en dan zijn we naar binnen gegaan. En ik zag daar ook een jongen van mijn leeftijd toen.
Die had ook een mooie grote trompet. Ik zeg, mama, dat wil ik ook. En ik had de dag erop had ik een trompet in huis. Heerlijk. Ja, dat is bij de lokale muziekwinkel gekocht. Een heel oud Chineesje, zoals wij het zeggen. Maar ja, goed, ik ben erop begonnen. En ik speelde er al een liedje op, terwijl ik nog geen noot kon lezen of helemaal niks. Ja. En zo zat ik te spelen. En ja, vandaag de dag speel ik die nog. Ja. En er is natuurlijk keyboard bijgekomen en piano. En ja, al ben ik niet zo goed met piano. Want, niet? Nee, ik heb hele kleine handjes. Oh ja. En dan kan ik net die ene akkoord naast aan. Je moet er wel gynaecologen handen voor hebben. Grote handen, grote vingers. Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Ja, dus, maar ja, orgel, keyboard, ja, dat heeft ook weer te maken. Mijn broer die ging op orgelles. Dus mijn ouders kochten een heel groot huiskamerorgel vroeger. Dat praat ik denk al over 40 jaar terug. Ben ik al zo oud? Ja. Ik denk het. En mijn broer, die deed er eigenlijk nooit niks mee. En ik ging zat er altijd op spelen. En toen ben ik maar een keer akkoorden gaan leren. Op zo'n school, zeg maar eigenlijk. En ja, dat ging prima. Daar ben ik eigenlijk al verder gegaan mee. En uiteindelijk, doordat ik op conservatorium terecht ben gekomen, moest je toch piano, een bijinstrument voor akkoorden. Dus had ik daar alweer een voordeel mee. Ja, maar inderdaad. Omdat mijn handen klein zijn en daar akkoord op de piano in kon slaan, mocht ik een keyboard gebruiken. Want dan hoef je alleen maar in te toetsen, dat is klaar. Lekker toch. Heerlijk. Ja. Maar eigenlijk, ja, alle instrumenten, blaasinstrumenten, daar speel ik wel op. Ja. Ja. En hoe weet jij jezelf dan te onderscheiden? Om mezelf te blijven, denk ik. Ja. Ja. Normaal doen. En alhoewel ik vroeger best wel heel fanatiek was op mijn trompetje. Toch wel? Ja, 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 als het je eenmaal in mijn handen hebt wel. Ja. En dat doe ik, ja, een beetje de high blower, zeg maar. En bij ons in de regio heb je dan altijd wel met mensen die hebben er dan een beetje afgunst op. En dat merkte ik wel, maar daar heb ik ook van geleerd. Dus ik blijf vooral mijzelf. En ja, ik ga er nooit niet meer te diep op in, zeg maar. Nee, precies. Ja, hou het zoals het is. Absoluut. En daar onderscheid ik mezelf van mee, denk ik. Ja, ja, inderdaad. Ja, absoluut. Op dit moment ben je heel druk bezig met je promotour. Ja. Maar ligt er alweer iets nieuws op de plank? Kunnen we al iets weer binnenkort gaan verwachten? Ja, er ligt alweer iets nieuws op de plank. Ja? Ja, ja. Echt weer een opvolger van dit nummer? Ja, zeker. Meer feest. Ja. Nog meer feest. Ja, nog meer feest. En, ja. Hier herken je wel een René Schuurma stijltje uit. Ja, lekker. Volgende. Ja, en die zal in juli gaat die opnieuw uit, of tenminste een nieuwe single uitkomen. Van. Ja. Ja. En er komt nog veel meer aan. Vrij snel nu. Ja, dat gaat vrij snel, ja. Maar ja, wat in vaste verzuurt niet, zeg ik. Hè. Nee, zo is ja, het niet. Ik heb hem al een tijdje op de planken liggen. En ik zit echt te popelen om hem uit te brengen. Maar zo'n lekker liedje. Ja. Dus ja, ik maak de mensen er mooi nieuwsgierig mee nu. Hè? Inderdaad. Precies. Nooit meer alleen, dat is dus jouw single die je dus nu hebt uitgebracht. Ja, klopt. Hoe is dat tot stand gekomen? Wat kun je daarover vertellen? Ik was YouTube-filmpjes aan het kijken. YouTube-filmpjes. En ik kom daar een liedje tegen van John de Bever. Ja. Die kennen we allemaal wel nu, hè? Uiteraard. De Bevers, hè? Die is helemaal hot op het moment. En dat liedje, Nooit meer alleen, van hem. En ik luister ook, zeg, de tekst is wel goed. Alleen zelf, want ik ben een feestartiest. Ja. En ik kan wel gas geven. Juist. En ik vond hem een beetje droevig. Ik denk, die kan veel vrolijker, veel vrolijker meer en de boodschap groter brengen. Van, mensen, je hoeft niet eenzaam te zijn, je hoeft nooit alleen te zijn. Bouw wel mensen om je heen, geniet ervan en geniet van de tijd dat je er bent. Precies, niet treuren. Dat is ook echt de boodschap daarmee. En volgens mij heeft John dat ook zo bedoeld. Alleen, ja, John was toen die tijd en meer een echte levensliedzanger, zeg maar. Een beetje meer de tranentrekker, zoals wij het noemen. En ja, dat is in ieder geval een stijl wat niet bij mij past. Nee. Maar ik vond de tekst wel goed. Dus ook daar ben ik met een Kees Tell gegaan. Ik heb zelf weer mijn opzetje gemaakt. En met een Kees Tell. En er is Nooit meer alleen op een hele leuke feestmanier uitgebracht. Ja. En wie covert niet tegenwoordig? Ja, bijna iedereen. Ja, toch? Was eigenlijk niet mijn bedoeling, maar ja, ik heb Heidi nu al gecoverd. Hè, want dat is eigenlijk maakt niet uit. Ik zeg gewoon doen. Ja, en Nooit meer alleen. Ja, we gaan er naar kijken. Nou, top. Mike D'Ancona, Nooit meer alleen. Ik ben
werd verliefd toen ik jou zag. Met je mooie verlegen lach. Nu ben je hier, blijf toch bij mij. Jij en ik, voor altijd. Zoek naar geluk, de hele nieuwe stad. Naar de liefde zo mooi, zo groot als heel mijn hart. Nooit meer alleen, nooit meer eenzaam zijn. Dan vind ik rust, nee, nooit meer die pijn. Mike, dankjewel voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Een hele goede reis terug. Gaan we lukken, denk ja, ik. Ja, toch? Ja, zeker. En we houden je in de gaten, hoor. Absoluut, dankjewel. Hè. Graag gedaan. U bedankt voor het kijken. Volgende week, dan ben ik terug en dan ontvang ik... Olé. Voor nu een hele fijne avond. Dag.